Yo mede-pyro's, tof en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Buiten Utrecht. Dit is alweer de tweede video van onze nieuwe serie. We gaan met jullie samen een show bouwen. We hebben een GoFund opgezet en niet normaal. Het is maart. Als je nu kijkt is het de laatste dag van maart. Bijna april alweer. Maar er is 315 euro opgehaald. Binnen anderhalve week of zo. Het is echt niet normaal, bij 19 donateurs. De bedoeling was eigenlijk om gewoon allemaal 5 euro. Ja, op je mel. 5 eurotjes gewoon te doneren. Lekker simpel, met z'n allen, veel abonnees. In één keer een groot bedrag. Maar wat gebeurt er nou? Het is eigenlijk niet normaal. Frank, 25 euro. Telt voor 5 personen. Heb je Erik 5 euro, Jeffrey 15 euro, Pim 10 euro. Maar er zitten ook bedragen tussen. Het is echt niet normaal, jongens. Ivo, 50 euro. Telt eigenlijk voor 10 personen. Peter, 50 euro. Weer 10 personen. Richie, 20 euro. Het is echt bedragen. Ja, zo kom je heel snel aan een heleboel geld. Wij gaan natuurlijk zelf ook heel veel toffe producten aan deze show toevoegen. En ook van dit geld halen we allemaal mooi spul. We gaan zo iets heel tofs uitzoeken wat weer een momentje wordt in deze show. Een momentje van wauw. Maar nu eerst gaan we naar Vianne. Want we hebben een verrassing voor Ryan. En dat heeft Mike geregeld. Mike, die trouwens ook, wat was het, 20 euro heb gedoneerd. Yo, mede-pyro's. Tof en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wat? We hebben aangekondigd dat we meer video's gaan maken, toch ja, waar? Ja, zeker. Er is een nieuwe serie gestart. Nieuwe serie gestart. Vertellen we zo meteen meer over. Mm-hmm. Maar nu zijn we, zien we jou ook, Lexi? In Vianen. Oh. Want hier zijn we vorig jaar geweest bij Dierenboutique Witkamp. En toen hebben jullie Ryan voor de eerste keer gezien op de camera bij ons. Mm-hmm. En die wordt nu verrast door Mike. Die wordt nu gehaald. Want die krijgt merchandise. Dat heeft Mike geregeld. Net als Lexi met de Buiten Utrecht shirt. Lara met de kleding. Hè? Dus we zijn een heel team inmiddels. Ja, daar komt hij. Oh, hij komt eraan. Oké, dus hij weet eigenlijk van niks. En we knallen hem zo voor de camera. Oh, hij staat daar al. En dan krijgt hij leuke spulletjes. En dan gaan we ook tegen hem zeggen dat we video's gaan maken. Dat we gaan een keer categorie 1 met hem zo afsteken, toch? In het nieuwe seizoen. Dat is toch leuk? Ja, perfect. Oké. Okay. Ja, vind je dat ook leuk, Lexi? Goed? Ja. Ja? Ja, zeker. We denken we komen gezellig langs. Mm-hmm. Want er heeft iemand wat mooie spulletjes voor jou geregeld. Laat maar zien, Lar. We hebben een bed. Ja, hij doet er gelijk op. Ik ben Moody. Dankjewel. En had jij deze toevallig al, de mok? Nee. Nou, dat is die voor jou. Oh, super. Ja, dankjewel. Dank je. En dan hebben we ook gelijk aangekondigd dat we met jullie, als jullie het leuk vinden, in het nieuwe seizoen, categorie 1, stookvideo's of wat video's gaan opnemen. Heb je zin in? Duurt nog wel eventjes, maar dan weten we in ieder geval dat we ons daarop kunnen verheugen. Oké, okay, helemaal top. We moeten nog even een thumbnail. Zullen we dat doen? Ja. Dat is ook leuk. 3, 2, 1. Ja, moet hem wel worden denk ik. Oké, okay, en dan nemen we jullie nu mee naar de rest van de video en die gaat over de show. Want we hebben weer een leuk bedrag bij elkaar en we kunnen dus weer producten gaan uitzoeken. En dat gaan we zeker weten doen. Komt ie aan. Ja, dat bedoel ik. Niet normaal. Superleuk. We waren in Vianen, Dierenboutique Witkamp, waar we vorig jaar gefilmd hebben. En nu heeft Ryan ook merchandise, hoodie met logo, pet en Mike weer een mok erbij. Dus allemaal grote blij. Superleuk dat we dit kunnen doen zo. Je kan dus het hele jaar door nog merchandise bestellen. Als het een beetje in de buurt van Utrecht is, komen Lara en ik het brengen. Maar in ieder geval kan je het hele jaar door via de mail gewoon bestellen. Nu gaan we weer wat uitzoeken. De vorige keer hadden wij 10 nitraatcakes, Black Strike van de loods. Hele mooie saluutpotten. Boem, 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 boem. Zorgt voor eventjes een chaos moment in deze show. Nu kiezen we 5 cakes van weer de loods. Want ja, op dit moment de site van de loods en ze hebben aanbiedingen die ze van tevoren aangeven. Kunnen we dus nog mooie producten daar scoren. En later komen de rest van de winkels wel, dus weer de loods. 5 keer van het merk Red Wire, Salvo Cake, 3 Stage Trouble heet die. Fluiters, 7 keer in een salvo. €20 per pot, €19,50, dus we geven nu even €120 uit. 5 van deze potten op een rij. En ik zie het al helemaal voor me. Dit wordt weer een gillend moment in deze show. Ik laat je nu even de video zien van de 3 Stage Trouble. 3 Stage Trouble.
Oké, dan bedoel ik dikke fluiters. 5 van deze cakes nemen we nu. De loods gaat open vanaf 14 april. Dacht ik te zien te staan. Dus dan kunnen we tegen die tijd die kant op om wat spulletjes op te halen. Gooi een duim omhoog. Ik hoop dat je het leuk vond. En inderdaad, jullie kunnen de GoFundMe pagina vinden onder in de beschrijving. En ja, niet normaal dit. Nu al €315 en het is nog maart, morgen april. Om nog heel even wat informatie te geven. We hebben natuurlijk ook vragen gehad over deze show van Pijt Utrecht. Hoe ga je het nou aanpakken? Hoe doe je het met de 25 kilo regel? Hoe doe je het met de agenten of met waar ga je het doen en wordt het wel goedgekeurd? We gaan het met z'n allen doen. We slaan het ook op met z'n allen. Dus als je per huishouden 25 kilo doet, ja, dan heb je bij 10 mensen, heb je al 200, als je dan 10 mensen verdeelt, heb je al 250 kilo. Ik bedoel maar. Dan doen we het natuurlijk op een open plek. Gecontroleerd, we zorgen dat iedereen afstand neemt en dit wordt gewoon helemaal super. We geven natuurlijk met Oud en Nieuw zelf vaker showtjes, toch Robbie? Ja hè. En nu gaan we dan een showtje geven die wat groter wordt, met z'n allen. En dit wordt echt heel vet. Ik heb echt heel veel momentjes in mijn hoofd van, nee. Zo moet het worden. Nee. Zeg maar zo, boom! Okay. Ja, doosje. Dus dat. Ik ben benieuwd wie er nog allemaal mee gaan doen. Ik krijg zelfs berichten van mensen die zeggen, ja, hey, ik heb in mei mijn vakantiegeld, dan kan ik echt wel wat missen. Het hoeft niet, hè. Het hoeft niet. We gaan sowieso een dikke show bouwen. Iedereen mag erbij zijn. En natuurlijk, elke euro helpt mee. Maar als je het niet kan missen, moet je het gewoon echt niet doen. €5 op je muil, gauw. Het is gewoon voor de leuk. Voor de blij. Ga je zwaaien? Zeg maar doei. Tot de volgende keer. Doei. Zeg maar no pain no party. No pain no party. No Pyrono Party. Hey. Laat hij je. Da 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 da